Drie jonge mannen beleefden zondagmiddag angstige momenten toen ze met hun rubberen bootjes vastkwamen te zitten op de Dommel onder de professor Dr. Dorgelolaan in Eindhoven. De mannen waren met een vriendenclub over de Dommel aan het varen toen ze rond 4 uur bij de onderdoorgang ter hoogte van de Kamer van Koophandel besloten onder de Dorgelolaan door te varen. De drie kwamen vast te zitten, waarna de brandweer er met duikers aan te pas moest komen om de mannen te bevrijden. Een van de mannen is met onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis overgebracht. Twee van de drie mannen konden uit de onderdoorgang doorvaren nadat duikers ze een duwtje hadden gegeven. De derde man moest door de brandweer worden bevrijd.